Hi. Jij moet Puk zijn. Ja. Ik ben Pieter. Hoi. Hoi. Zullen we naar boven gaan? Ja, lijkt me goed. Hartstikke goed. Jij bent dus de appbouwer. Ja. Zo. Pas op dat we niet naar beneden vallen van deze Delftse berg. Ja. Puk, jij bent de jongste webbouwer, appbouwer moet ik zeggen, van Nederland, of niet? Waarschijnlijk wel. Maar dat weet je niet zeker? Dat weet ik niet zeker. Maar je bent wel jong, want hoe oud ben je? 13. 13 jaar? Bijna 14, nog een maandje. Nog een maandje. Ja. En hoe lang maak je al apps? Zeker vanaf mijn 10e, maar waarschijnlijk ook daarvoor. Ik zag dat je wel mooie spelletjes hebt gemaakt. Die met die kat, die vond ik wel leuk. Ja. Nieuwste. Dat is de nieuwste, hè? Is die al vaak gedownload? Ja. Hoe vaak? Vrij vaak, ik denk 300.000 keer in totaal. 300.000 keer? Ja, het was omdat Apple die heeft die gefeatured in de App Store. Dus die stond eventjes een weekje stond die in 19 landen, waaronder niet Nederland, stond die op de voorpagina van de App Store. Je weet het, 300.000. Er zijn 100.000 Delftenaren, hè? Dat betekent dat 3 keer Delft al jouw app met een kat, een kattenspelletje aan het doen is nu. En Apple die had dat ook wel gezien, hè? Dat jij jong en goed bent. Kun je vertellen wat er gebeurde? Want je was genomineerd voor iets, toch? Was namelijk de WWDC, die was dit de jaar. De WWDC? Ja. Waar staat dat voor? Worldwide Developer Conference. Ja, wauw. En dat is van Apple en die hebben elk jaar een soort van wedstrijdje ook erbij. Namelijk, want de tickets zijn $1600. En dus, $1600? Ja, ongeveer. Hoeveel zakgeld krijg je? Niet veel. Geen $1600? Relatief daartegen niet veel. Ja, dus elk jaar kunnen 150 studenten een ticket winnen daarheen. Een ticket winnen voor WWDC. En dit jaar heb je een app moeten maken waarin je uitlegt wie je bent, wat je doet, wat je wilt gaan doen. Via een app? Ja. Wauw, en wat heb jij toen voor app gemaakt? Ik had een app voor gemaakt, een WWDC-app. Jouw echte naam is Puk? Ja. Maar toen ik je op ging zoeken op internet, toen vond ik een hele andere naam. Puckipedia is eigenlijk meer mijn... Hoe? Puckipedia. Puckipedia. Is eigenlijk meer mijn soort van bedrijfsnaam, maar dan niet echt een bedrijf. Het is meer de naam waaronder ik mijn apps maak. Wat mooi. En hoe kom je bij die bedrijfsnaam? Hij had mijn moeder bedacht. Op een van mijn verjaardagen, ik weet niet precies welke, had ik een domein gekregen. Puckipedia.nl. Echt waar, jij hebt voor je verjaardag een domeinnaam gekregen. Puckipedia. Met bijbehorende hosting natuurlijk. Wat mooi zeg. En nu zie ik ook Puk van Puckipedia, dat je iets moois aan je broek hebt hangen. Allerlei, niet alleen maar gewone sleutels, maar ook speciale tools. En je zei net, één ding ontbreekt, want er hing ook nog een sleutel hangen aan. Ja. Wat stond daarop dan? What the Puk. Wat een Puk. En hoe kom je eraan? Die had ook weer mijn moeder bedacht. Want we hebben namelijk een 3D-printer gekocht. Ja, wij zijn een van de weinigen in de wereld met een Ultimaker. Wat is dat dan? Dat is een van de moderne 3D-printers. Ja. Dat is een van de bekendste ook. Ja. En die kan gewoon plastic printen. Die kan plastic printen? Ja, ongeveer zoals een echte printer. Maar dan ook nog in de derde dimensie. Ik ben ondertussen wel heel benieuwd hoe jouw huis eruit ziet. Ik stel me zo voor dat ik binnenkom gelopen. Dan gaat de deur open. Dan liggen er links in de hoek 10 oude iPads onder het stof. Rechts liggen een paar oude printers. En dan staat ergens centraal in de kamer de 3D-printer, of niet? Nee. Nee? Daar is het huis te klein voor. Daar is het huis te klein voor. Ja. En nog even over jouw telefoon. Heb jij een telefoon bij je, of niet? Nu niet. Nu niet? Nee. Ik heb altijd een iPhone bij me. En ik dacht, die Puk die heeft links een Apple iPhone, rechts een Samsung Galaxy. Nee. Niet? Waarom niet? Ik heb een... Als dat bij mij zou zijn, dan zou ik in de ene zou ik een Lumia 620 hebben. Speciaal developer model zelfs. Ja. En in de andere een BlackBerry Z10. Ook een speciaal developer model. Speciaal rood. Dus deze kan ik wel weggooien als ik een beetje modern mee wil doen als wethouder kennis economie. Misschien. Oké, nou dat moeten we maar doen dan. Ik ga dadelijk terug naar de burgemeester. Als je nou nog bedenkt dat er echt iets anders moet behalve de parkeerautomaten, moet je het nu zeggen. Internet. Hoor. Internet? Ja, natuurlijk. Het is techniekstad. Waarom hebben we het nog niet over glasvezel? Ja, vind je dat? En is dat beter dan wifi in de hele stad? Ik zou zeggen misschien iets een combinatie. Want als er overal glasvezel ligt, ik bedoel, dat kan dan best wel een wifi-routertje om te zoveel punten. Oké. Okay. Er ligt toch al glasvezel, waarom niet gebruik van maken? Ja,
Nou, Puk, ik hoor het al. Jij weet er heel veel meer van dan, dan wij bij de gemeente Delft. Dus ik denk dat we jou, als je dat goed vindt, nog een keer gaan vragen om mee te denken hoe wij Delft nog meer een techniekstad, een innovatiestad kunnen maken. Volgens mij heb jij er heel veel goede ideeën voor. Ja. Dus zou je dat willen doen voor ons? Ja, lijkt wel leuk. Nou, geweldig. Nou, dan zie ik jou toch een beetje ook als een ambassadeur voor Delft, stad van innovatie. En ik ben er wel super trots op dat jij gewoon in onze mooie stad woont. Puk, ga lekker vakantie vieren. Yay. En we horen wel weer van Pukipedia wat de volgende app wordt. Na de vakantie, goed? Ja. Dankjewel.